the picture blijven is de boodschap. En wie zijn er nou meer in the picture dan influencers? Zij worden voor van alles en nog wat ingezet om mij te verleiden. Of het nou om de Kardashians gaat of om de Snackspare. Nou, kijk eens. Oeh, dankjewel. Geniet ervan. Ja, zeker. En waar let je nou precies op? Of het lekker is. Ja, maar hoe proef je dat? Ja, nee, ik heb zoveel frikandellen en viandellen in mijn leven gegeten, dat ik ondertussen wel het verschil weet. Wat begon als een grapje is nu serious business. 7 jaar geleden begon Eke op social media te berichten over snacks. En nu is hij een grootheid in de snackwereld. En, wat vind je ervan? Ja, hij is echt goed. Ja, vind je hem lekker? Het is geen groothandel, hè? Absoluut niet. Nee, deze is echt zelfgemaakt. Is Snackspare een fenomeen? Absoluut, ja. Ja, als iemand weet hoe het werkt, dan ben jij het wel. In de snackwereld, ja. Absoluut. En hoeveel frikandellen heb jij ooit gegeten om dit besluit dan te nemen? 52 per jaar. Ik ben nu bijna 30. Nou, reken maar uit. Dat zijn er 1500, 2000. Ik denk wel 2000, ja. Wat een droombaan. Wat verschrikkelijk, 2000. Schrik er een beetje van. Ja. Nou, ik zou hem lekker opeten. Ja, want hij dat ga ik zeker, zeker. De Snackspare is een zogenaamde micro-influencer. Hij heeft een heel specifieke doelgroep van 60.000 snackliefhebbers. En dat is voor adverteerders heel aantrekkelijk. Hoeveel post jij dan per week? Ik plaats gemiddeld 3 à 4 keer per week. Hoe vaak maak je dan ook echt een reclame? Als ik kijk nu naar het aantal facturen dat ik dit jaar heb gestuurd, in het jaar 2021, dat zijn het iets van tot nu toe 16 à 17. Dus dat is gemiddeld 1,5 per maand. En wat schuift dat dan? Wat dat schuift? Laat ik het zomaar zeggen, het zijn geen paar honderd euro. Nee, het is wel echt wel wat meer serieuze bedragen. Ik doe dit al 7 jaar, dus ik vind het ook wel leuk dat een keertje uitbetaald wordt. Wat mij opvalt is dat voor mij bijvoorbeeld op social media steeds moeilijker te onderscheiden is wat iemands persoonlijke verhaal is. Of wat dan een reclame is verpakt in een persoonlijk verhaal. Ja, dat zie je inderdaad steeds meer. En het is ook een beetje op het grensgebied van, mag je dat doen op die manier? Is het netjes of fraai om mensen op die manier te misleiden? Ja, is het verleiding of misleiding eigenlijk? Exact. Recensies die zijn nooit gekomen, die wil ik echt gewoon onafhankelijk houden. Het is een beetje alsof de Volkskrant, die doet ook filmrecensies, maar ja, die plaatst ook advertenties van de film zelf in de krant. Zo wil ik wel houden. Ik wil dat echt gescheiden houden. Dus als ik bijvoorbeeld een vegan merk promote, dan ga ik die niet recenseren. Dan ga ik ook niet binnen een half jaar dat merk recenseren. Ik doe een aanbeveling. Kijk, ik moet er wel achter staan natuurlijk. Maar ik wil niet dat ik het dan 2 weken later zeg, nou 5 sterren voor deze vegan kip, want dit is fantastisch. Mensen volgen mij omdat ze mijn eerlijke mening krijgen. Alleen je hebt nu met influencers op Instagram is er weer een nieuwe manier van reclame maken natuurlijk. Je hebt mensen die vloggen die zeggen, nou ik gebruik deze van dit merk voor mijn wangetjes en zo. Het is heel erg subtiel. Dus het draait eigenlijk allemaal om verleiden, maar om precies de goede timing en de goede manier. Ja, ik denk dat sowieso alles wat je op Instagram plaatst eigen verleiding is. Alles, ik probeer mezelf ook te verkopen, hè. Als ik een foto van mezelf plaats, maak ik reclame voor mezelf eigenlijk. Verleiding is dus overal, maar het is heel belangrijk niet te misleiden. Verleiden is het allermooiste wat er is. En misleiden is het smerige broertje van verleiden, waarmee je alles kan kapotmaken. En als je mij wil verleiden, moet je met een ijzersterk verhaal komen. Wij moeten gewoon veel mooiere en betere content maken, een goed verhaal vertellen om onze doelgroep engaged te houden. En hoeveel sterren? Ja, het is gewoon een totaalplaatje, dus ik ga echt wel weer voor minstens 4 sterren. Minstens 4 sterren. Ja, het is echt. Oh, het leven van een Snackspare zijn is zo fijn. Nou, dat merk ik. En je wordt echt niet betaald, hè? Nee.